Lekker dobberen in het water. Voor deze waterbuffels is het een ideaal begin van de dag. De 40 volwassen dieren en 40 jonkies van de Buffel Company in Zeewolde gaan elke dag naar buiten. En afhankelijk van het weer nemen ze dan graag één of meerdere keren per dag een bad. De beesten worden in bijvoorbeeld Azië en Afrika veel gebruikt als werkdier om akkers om te ploegen. In Europa worden ze tegenwoordig vaak gehouden voor de melk, in plaats van koeien. Ook de familie Te Winkel stapte recentelijk over van koeien naar waterbuffels. Omdat we eigenlijk op zoek waren naar een duurzame manier van boeren. En dat kan met waterbuffels heel goed. Dus vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om waterbuffels te gaan houden. We houden de waterbuffels voor de melk. En een deel van die melk laten we verwerken tot producten die we verkopen in onze boerderijautomaatwinkel. En alles wat we daarin, wat we zelf niet gebruiken, wordt verwerkt tot mozzarella voor bijvoorbeeld restaurants en groothandels. De buffels zijn volgens de familie makkelijker en goedkoper te houden dan traditioneel melkvee. En ze zijn duurzamer. Ze geven wel minder melk dan een koe. Die kan per dag meer dan 30 liter melk geven. Een buffel ongeveer 8 liter. Maar daar kun je dan wel weer bijvoorbeeld buffelmozzarella van maken. Er is ook veel vraag naar buffelmelk in Nederland, eigenlijk steeds meer. En daarom zijn we onder andere ook dan ingestapt op dat gat van die buffels die in Nederland nog niet zoveel zijn. In Zeewolde staat de enige tapautomaat in Nederland waar je zelf rauwe buffelmelk kunt tappen. Sommige mensen rijden speciaal om die te kopen. Buffelmelk is dus anders dan koemelk? Ja, het is iets vetter. Maar er zit ook minder lactose in. Dus veel mensen die bijvoorbeeld lactose intolerant zijn, die kunnen buffelmelk wel goed verdragen. Dus ook de producten uit onze automaat, zoals yoghurt en zo, kunnen ze ook goed als ontbijt nemen. En er zit minder cholesterol in. Dus het is eigenlijk gezonder dan koemelk. De melk wordt niet in Zeewolde zelf verwerkt. Dat is een vak apart, het zuivelen zeg maar, van buffelmelk. En er zijn maar een aantal plekken in Nederland waar dat gebeurt. En wij brengen onze melk naar Zevenaar toe. En dan krijgen we het elke week terug als lekkere producten. Hoewel de waterbuffels nog niet zo lang in Zeewolde staan, is de familie er al aan gehecht geraakt. En de dieren hebben ook al namen gekregen. We hebben een Koen en een Nick en een Nicky. En we hebben de oudste, die noemen we Mama Mia. Dat is echt de baas van de groep. En zo hebben we nog, ja, we hebben allemaal namen en bijnamen voor de buffels, ja. Dus je hebt echt wel een band met die beesten? Ja, zeker. Je moet ze ook wel knuffelen. Ze houden van aandacht, ze zijn heel nieuwsgierig. En zodra je dat geeft, zeg maar, die aandacht, dan geven ze dat ook aan jou terug in de vorm van melk. Dus dan hebben ze geen stress. En dan, als ze blij zijn, dan zijn wij ook blij.